Tanja Breuring, terug van weg geweest. Ja. Je bent, hoe lang ben je in het buitenland geweest? 8 jaar? Ja, nou, vorig jaar geblesseerd, dus dat telt dan niet mee. Dus zeven seizoenen. Hoe kijk je daarop terug? Ja, heel tof. Ja, heel veel leuke dingen. Heb je in Duitsland gespeeld? Ja, Spanje? Spanje, toen naar Duitsland, toen naar Italië, toen naar Frankrijk, toen nog 3 jaar Spanje. Dus je hebt een aardig deel van... Het zijn er wel 8 volgens mij. 8 jaar en inmiddels 4, 5 teams in 4 landen. 4 landen en 6 teams, denk ik, ja. En wat was het mooiste jaar? Lastig. Het Spanje was heel mooi. Spanje is natuurlijk echt een competitie, nou, los van het land, dat een competitie waar ik eigenlijk terecht wilde komen in de eerste divisie. Ja, dat zijn niet volle zalen, maar wel gevulde zalen. Dan speel je eigenlijk elke week voor 500 man minstens. Ja. Dus dat is wel... Is het nou echt zo gegaan als je 8 jaar geleden gedacht had toen je die stap ging maken? Of? Nou, ik heb natuurlijk heel erg per jaar toen bekeken. Het was ik wil weg. En het doel was toen wel in Spanje eerste divisie, dat niveau, dus top Europa. Ja. En ik heb eigenlijk kleine stappen genomen en op een gegeven moment toen maar gewoon gezegd... het leven als basketbalprof. Ja, dat is wel... het is niet alleen maar wat mensen denken van al geweldig, zit daar in het buitenland, het is keihard werken. Ja. Het gaat echt niet van een leien dakje. Nee. In ieder geval, dat is bij mij niet altijd zo gegaan. Maar elk team waar ik heen ben gegaan, heb ik uiteindelijk veel gespeeld en het naar mijn zin gehad. Maar goed, je komt steeds in die nieuwe omgeving en je moet steeds weer nieuwe... Ja, en daar leer je gewoon heel veel van, klaar. Ja. Ik denk dat ik wel gewoon een rugzakje nu vol bij me heb. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? Dat je gewoon eigenlijk overal waar je komt altijd mensen hebt waar je meteen mee door een deur kan. Waar je misschien iets meer energie in moet steken. En dat je gewoon toch uiteindelijk dicht bij jezelf moet blijven en wie je bent. Ja. Omdat je kunt niet met de winden mee, want dan verlies je jezelf ook. Dus dat is wel iets... En dat is jou wel gelukt? Dat is mij wel gelukt, ja. Hey, vorig jaar weer teruggekomen met een blessure. Ja. Ben je daar inmiddels helemaal overheen? Nou ja, dat was een dubbele nekhernia. Ja. En die is niet weg. Ja. Maar die is wel zodanig dat hij niet meer zoveel risico heeft. Dat ik eigenlijk. Ik had de kans op ruggenmergschade bij een klap. Ja, ja. Nou ja, basketbal is een contactsport, dus dat heb je niet in de hand. Ja. Dat risico was zo groot. Dat is nu geslonken. Dus is beter. Is het vanzelf weggegaan? Ja, ik heb natuurlijk 6 tot 9 maanden gerevalideerd. Ja. En niet in de contactsituatie gekomen. Ja. Nou, ik ben nu dusdanig. Genezen of beter dat ik weer mag spelen. Ja. Goed, er komen MRI's blijven daar aankomen. En het blijft wel kijken hoe gaat het. En het is niet zo dat ik klaar ben en dat het over is. En dat ik een nieuw kruisband heb en dat ik weer mag. Dus het blijft wel iets wat Je speelt ook nog steeds voor het Nederlands team, hè? Ja, weer ook eigenlijk. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk... Ja, ook een comeback gemaakt in wezen. Ja, dus en dat is... Het is nu heel erg... Ik heb wel meteen tegen mezelf gezegd, ik ga niet meer naar het buitenland. Want ik vind het naar mijn nek toe niet helemaal fair om weer... 20, 30 uur gaan trainen per week. Nee. Die belasting moet ik niet willen. Nee. Dus vandaar dat ik nu de combinatie zeker met Europa Cup Nederlands team. Dat is natuurlijk de stap van Europese top, subtop naar Nederland is natuurlijk redelijk groot. Ja. Dus nu met die tussenstap met de Europa Cup is een hele mooie kans. Ja. Nou, toen was er een wat rommelige zomer, althans hier. Ja. Uiteindelijk moest je een team vinden en ben je op een... Nou ja, ineens was je terug bij Landsmeer. Ja. Ja, waar je 2 jaar hebt gespeeld. Ja, ik heb hier 2. Wij zijn hier natuurlijk kampioen geworden. Ja. Dat was geweldig, denk ik. En dat was ook voor mij het moment om weg te gaan naar Nederland. Want ik had toen alles gewonnen en een geweldig jaar gehad. Ja. En ja, eigenlijk door... We wilden natuurlijk met een groep speelsters die over waren, wilden we ergens basketballen. Ja. En op een gegeven moment... Ja, hier staat natuurlijk zo'n organisatie qua club en achterban. Dat als je daar kan instappen met die groep, dan is dat natuurlijk een kans die je moet pakken. Ja. Dus we zijn nu 3 weken aan het trainen. Wat heb je ervoor gevoel bij? Ja, nou, we hebben natuurlijk nu wel een kleine domper met de blessures. Ja, maar ik denk dat wij wel echt... We hebben natuurlijk veel ervaren meiden ook. En we hebben ook meiden met heel veel energie. Ja. En ik denk dat als je daar natuurlijk een perfecte mix in kan vinden... Dat we echt... Wij doen soms dingen op trainen dat we elkaar gewoon eigenlijk glimlachend aankijken. Ja, dit slaat nergens op. Nee. Het is gewoon het is een prachtig basketbal. Ja. Dus ik denk dat we daar echt, ook in Nederland, waar natuurlijk ook echt wel jonge teams staan, dat we echt wel mooie dingen kunnen laten zien. Jullie zijn, er zitten een aantal stevige persoonlijkheden in het team, waar jij er een van bent. Gaat dat goed samen? Nou ja, ik denk dat het voordeel is van die persoonlijkheden dat die gewoon ook buiten het veld eigenlijk vriendinnen zijn. Ja. We zijn natuurlijk niet zomaar met z'n zevenen toen bij elkaar gekomen en gezegd wij willen met elkaar basketballen. Mm-hmm. Voor ons was dat wij samen gingen basketballen echt een plus. Ja. Dus niet zozeer alleen op het veld, maar ook wij willen gewoon echt graag nog een keer met elkaar spelen. Jullie hebben ook allemaal wel een vocale inbreng, merk ik, hè? Tijdens de time-out en op de training en zo. Ja, een soort groepsproces. Ja, nou, ik denk dat wij allemaal heel veel van elkaar kunnen hebben ook. Ja.
Weet je, ik kan met Marloes Nieuwveen, daar heb ik jaren mee gespeeld. Ja. Wij kunnen echt alles tegen elkaar zeggen. En als we van het veld stappen, is het klaar. Ja. En dat is natuurlijk wel echt prettig dat je meiden om je heen hebt waar je dat mee kan. Ja. Dat we zo professioneel ergens zijn of zo'n sterke basis hebben dat we... En dan kan je gewoon echt tot grote hoogte stijgen, denk ik. Dat is wel echt een plus. Ja. Verwacht je dat met grote hoogtes? Nou, ik denk dat we echt... We moeten gewoon fit blijven. Dat is natuurlijk wel echt een punt. We hebben geen hele brede selectie. Je hebt natuurlijk jong wat er aankomt. Maar dat is nu ook niet 100% fit. Nee. Dus je moet wel fit blijven. Ja, op sommige posities zeker. Ja. Kijk, als er drie mensen hun enkel breken, dan heb je natuurlijk sowieso een probleem. Ja. En hoe kleiner de groep, hoe groter de kans is dat iemand zijn enkel breekt van die kleine groep. Maar ik denk dat los daarvan, dat we echt wel... Ik weet dat wij hier toen binnenstapten en dat ik meteen tegen Rob zei, ik zeg, ja maar Rob, wil je wel kampioen worden? Want het kan gewoon. Maar ja, ik denk dat wij echt, echt iets kunnen brengen. En je moet natuurlijk bij wedstrijd bekijken, je moet kijken waar sta je met kerst. Maar wij doen niet mee om het meedoen. Nee. Jij bent niet pessimistisch. Ik ben hier niet gekomen om lekker, wel om lekker te basketballen, maar niet alleen. Ik wil gewoon meedoen om voor elke prijs. Precies. Dus dat is duidelijk. En voor elke wedstrijd om te beginnen. Ja, we gaan nu wedstrijd voor wedstrijd. Gaan we zien waar we staan. Voor je er vandaag van? Tegen US? Ja, wel lekker. Ja, dat is natuurlijk de promotiedivisie natuurlijk sowieso eventjes anders. En dit, ik denk dat hier niet het team zat dat er vorig jaar stond. Nee. Maar goed, het is voor ons heel goed om automatismes te krijgen en de tactiek die we toe te passen. En vorige wedstrijd hadden we in België een wedstrijd met heel veel drugs. Dan is het eventjes wat minder makkelijk. Ja. En hier maar dat viel ook niet tegen, toch? Nee, dat viel ook niet tegen. We hebben gewoon heel veel energie. We kunnen gewoon heel veel doen met energie. Dus als er dan ook nog een beetje iets gaat staan tactisch, dan... De basketbalintelligentie zit er ook wel. Ja, maar die is er wel gewoon echt. En dat is wel, dat heb je in Nederland niet in elk team. Nee. Ik denk dat we daar heel veel mee kunnen doen. Ja, nou, dat klinkt goed. Ja, dankjewel. Toch? Ja, graag gedaan.